vast wel eens langs gereden. Maar bent u ook wel eens wezen kijken hier op het landgoed Linschoten? Hier op het landgoed, een beetje verscholen achter de bomen, staat het schitterende Huis te Linschoten. Het Huis te Linschoten dateert van 1637, maar is al 100 jaar niet meer bewoond. Hier in het parkbos heerst stilte en rust voor planten en dieren. Toch zijn er een paar momenten per jaar waarbij u het landgoed wel van binnenuit kunt ervaren. Dat kan op verschillende momenten deze maand. Zo zal er op 16 mei een rondleiding zijn onder leiding van een gids door het parkbos en over het landgoed. De gids kan u van alles vertellen over de bewoners en de mensen die hier werkten al vanaf de middeleeuwen. Tijdens de wandeling komt u langs het koetshuis, langs een duiventoren. Er is zelfs nog een oude ijskelder hier op het landgoed. En verder natuurlijk ook langs de boomgaard en de moestuinen. En nog specialer is het om een keer een concert mee te maken hier in Huis te Linschoten. Dat kan op 12 en 13 mei. 11 mei is ook concert, maar ja, die is al uitverkocht. Op 12 mei zal de jonge pianist Jean-Paul Gasparian hier op de vleugel spelen. Hij is een van de meest veelbelovende pianisten van zijn generatie op dit moment. Hij zal stukken spelen van Brahms, van Chopin en van Mozart. En op 13 mei zullen de tenor Peter Gijsbertsen en pianist Reinild Mees samen de liedcyclus Winterreise vertolken van de Oostenrijkse componist Franz Schubert. Lijkt me een hele mooie ervaring hier in de kamers van Huis te Linschoten. Voor meer informatie over de concerten, maar ook over de rondleidingen, kunt u terecht op de website www.landgoedlinschoten.nl. Van april tot oktober varen het Romeinse schip, de Permare ad Laurium, en de Romeinse punter, de Fiducia, weer door de Woerdense Singel. En u kunt meevaren. Voordat u aan boord gaat, wordt u hier in de kleine zaal van Concordia ontvangen. Hier vertellen gidsen u over de Romeinse geschiedenis van Woerden, over de Romeinse scheepsbouw en over de limes. En dan gaan we naar het schip, via de Via Principalis. Dat was vroeger de hoofdweg door het Romeinse Castellum Laurium, wat ongeveer hier gelegen heeft. De Permare ad Laurium is een reconstructie van een Romeins vrachtschip dat bij opgravingen in de meren gevonden is. Het is de enige varende reconstructie van een dergelijk Romeins schip. Bovendien is het uniek dat we hier in Woerden twee Romeinse schepen hebben en die ook allebei varen. We hebben dit vrachtschip en de punter de Fiducia. Iedereen kan meevaren op de zaterdagmiddag om 3 uur en groepen kunnen ook op de andere dagen terecht. Op de website van Stichting het Romeins Schip Woerden vindt u alle informatie.